Ja, dank u wel, voorzitter. Er is heel veel gezegd al over de specifieke situatie. En die is inderdaad natuurlijk heel zorgwekkend. Maar een van de directe gevolgen voor Nederland kan de nog verdere stijging van de gasprijzen zijn. We hebben nu vandaag gehoord dat Nord Stream 2 ogenschijnlijk definitief van de baan lijkt te zijn. In elk geval voorlopig. Dat gaat hele grote gevolgen hebben. De gasprijs is alweer heel erg gestegen. Wat gaat de Nederlandse regering dan doen dat Nederlanders hier niet voor opdraaien? Ik verwacht overigens niet dat het vertragen van de certificatie van Nord Stream 2 of mogelijk het helemaal stopzetten van de certificatie van Nord Stream 2 door de Duitse regering, dat dat onmiddellijk leidt tot een stijging van de gasprijzen. En waarom niet? Omdat die pijplijn op enig moment wel nodig kan zijn voor de logistiek, maar niet onmiddellijk. En bovendien ook niet nu al in gebruik was. Hij zou pas over enige tijd voorzichtig op stoom komen. Dus ik ben daar niet direct bezorgd over dat dat grote gevolgen heeft voor de gasprijs. Ja, toch zijn ze vanmorgen wel onmiddellijk al gestegen. En het is ook heel logisch dat als dit wel verder escaleert, wat iedereen natuurlijk hoopt, wat niet het geval is, dat dat wel gaat gebeuren. Europa is nu voor 40% afhankelijk van Russisch gas. Nederland heeft zichzelf afhankelijk gemaakt van Russisch gas door het sluiten van het Groningen gasveld. Dit is wel een heel reëel scenario. Wat gaat de Nederlandse regering daaraan doen? Nou, dat wekt de indruk dat wij de keuze hadden om het Groningse gasveld wel of niet te sluiten. Maar volgens mij waren we het er met z'n allen over eens dat in geval van aardbevingen en in staat zijn om terug te gaan naar geen gaswinning meer, dat toch de beste route is. Maar het is waar dat je daardoor afhankelijker bent van import. Het is ook waar dat de gasprijzen gestegen zijn. Ik verwacht niet dat de gasprijzen vandaag stijgen door de aankondiging over Nord Stream 2, maar wel door de algemene instabiliteit die voortkomt uit de acties die Poetin en zijn bewind op dit moment, hoe ze opereren nu richting Oekraïne. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Voor de Nederlandse regering geldt dat wij heel precies in kaart blijven brengen. Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van sancties? Hoe kunnen die ook op ons uitwerken? Niet om daarmee te zeggen, die sancties doen we wel of niet. Maar om te kijken, ben je in staat met gebruikmaking van het hele instrumentarium wat we hebben, om de gevolgen daarvoor voor Nederland te beperken? En als het specifiek gaat om de energierekening, dat gaat natuurlijk over bredere vraagstukken van inflatie en andere vraagstukken rondom koopkracht. Dat zullen we heel precies in kaart gaan brengen richting april. De besluitvorming zoals die is voorzien in april, zoals dat ook ieder jaar hoort te gebeuren, zoals we ook hebben toegezegd aan de Kamer. En dan gaan we ons uiterste best doen. Zonder garanties, maar ons uiterste best doen.